Yo, goedemorgen. Ik heb geslapen, het is 9 uur. Mooie 8 uur slaap gehad ongeveer. En dan ga ik even lekker ontbijten en douchen. Daar ga ik jullie niet lastig mee vallen. Dus ik zie jullie zo. Zo, dat is geregeld. Ik ben weer helemaal wakker. We zijn weer in mijn huis, zoals jullie al kunnen herkennen ondertussen. Wat ik voor jullie vandaag heb, ik heb voor school, voor mijn opleiding psychologie, heb ik afgelopen weken heb ik een zelftest moeten doen met de vraag: ben ik geschikt voor het vak psycholoog? En daarbij moest ik kijken of ik vrij was van psychische klachten en dat soort dingen. Dus dan moet je denken aan depressie, stress, alles wat je maar kan bedenken. Die test heb ik gedaan en ik ben niet depressief. Ik heb ook geen angstachtige dingen. Wel ben ik een klein beetje gestrest af en toe, wat ik niet in mezelf herken. Dus van één test kan ik dat natuurlijk ook niet zeggen, precies. Waar ik wel achter ben gekomen, is dat mijn verantwoordelijkheid zo ver onder het gemiddelde ligt ten opzichte van de populatie hier in Nederland, of überhaupt van de wereld, dat het best wel zorgwekkend is. En ja, daar herken ik me wel in. Dat vind ik best wel kwalijk, want als ik zeg dat ik iets ga doen, bijvoorbeeld, ik ga stoppen met roken, 9 van de 10 keer doe ik dat niet. Ik ben nu wel bijna zo goed als gestopt met roken. Als ik zeg dat ik ga sporten, ga ik niet sporten. En ik denk dat ik inderdaad deze video gebruik om daadwerkelijk te kunnen, ja, mijn dingen te kunnen nakomen. Bijvoorbeeld ook hard leren voor school. Noem het allemaal maar op. Dus wat ik vandaag ga doen met jullie, waar jullie getuige van gaan zijn, ik ga doelen stellen. Ja, precies. Ik ga jullie laten zien welke doelen ik ga stellen. En dat gaan we nu bekijken. Dus als eerste gaan we, wat ik vorige keer al zei, dat flubberige buikje even aanpakken. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Inderdaad, een weegschaal, zodat ik kan zien hoe ver ik vooruit ga. Dus daar gaan we nu heen. Dit is hem. Mijn aartsrivaal. Ik ga nu op de weegschaal staan en we gaan kijken wat er gebeurt. Dit lijkt mij makkelijk om te onthouden. 88,8 kilo is te zwaar voor mij. Ik ben ongezond bezig. Ik ben bang dat ik binnenkort obesitas heb of krijg of word. Ik weet niet precies wat de juiste term is daarvoor. Dus ik wil dat naar de 80 kilo brengen en jullie gaan daar getuigen van zijn. Ik wil 3 keer. 3 of 2. Ik wil minimaal 2 keer per week naar de sportschool gaan. En als het lukt, 3 keer. En ik ga het jullie laten weten. En ik zal ook een klein stukje filmen daar, zodat jullie weten dat ik er echt ben geweest. En dan gaan we kijken hoe snel ik op de 80 kilo kan komen. Want dit vind ik best wel belangrijk. Daarnaast wil ik stoppen met roken. Ik heb mijn vriendin beloofd dat ik zou stoppen met roken. Ik heb mijn moeder beloofd dat ik zou stoppen met roken. Ik heb gezegd dat ik zou stoppen met roken. Nu is dat niet geheel gelukt. Ik rookte eerst bijna een pakje per dag. Of iets meer dan een pakje per dag. Rond de 25 sigaretten. En ik rook er nu nog één per dag. En daar probeer ik me echt aan te houden. En ja, ik wil eigenlijk helemaal ervan af, dus ik hou jullie ook gewoon op de hoogte van hoe dat gaat. En ik wil daar echt van af, want ik ben er echt klaar mee. Het is super slecht voor me, kost super veel geld. Dus daar wil ik echt mee stoppen ook. En ten derde, ik wil mijn school halen. Ik wil, ja, ik heb nu precies 9 dagen nog voordat mijn tentamens beginnen. En het wordt echt super zwaar, denk ik. Ik ga jullie elke keer laten zien hoe ik mijn tentamens nakijk en wat ik ervoor haal en of ik het überhaupt haal. En als ik dan een feest ga vieren omdat ik het gehaald heb, dan zijn jullie daar ook bij. Dus wat ik aan jullie wil vragen is: hebben jullie tips om je eraan te houden om naar de sportschool te gaan? Hebben jullie tips om te stoppen met roken? Hebben jullie ervaring met iemand in de familie die gestopt is met roken? En hoe is diegene gestopt? Daar ben ik ook benieuwd naar, want daar heb ik ook iets aan. En ten derde, hoe zorg je ervoor dat je genoeg tijd besteedt aan school? Ik zit al heel lang op school en ik zit altijd in de stress omdat ik te weinig tijd heb. Hoe kan ik dat goed inplannen? Weten jullie dat? Help mij dan. Gooi hieronder even een reactie. Dat was het eigenlijk wel voor vandaag. Ik heb het super druk. Ik moet echt keihard aan de bak vandaag, want ik moet echt gaan leren. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik jullie meeneem in dit project van mij. Vinden jullie het ook leuk? Duimpje omhoog. Gooi hem. Ik vind het hartstikke top. En dan ga ik gewoon keihard leren vandaag en zie ik jullie morgen weer. Morgen weer een dag. Dit was weer vlog nummer 3 van Stanley Time. Stanley Time, het is altijd Stanley Time, want Stanley heeft time voor jullie. Jullie hebben time voor Stanley. Het is een wisselwerking tussen jullie en mij. Ik vind het leuk dat er al mensen kijken naar mij. Ik hoop dat jullie er al naar uitkijken. Ik zie jullie gewoon morgen weer bij vlog nummer 4.
En dat was het voor vandaag. Dus jongens, tot de volgende keer maar weer, hè.